I'm such a good YouTuber. Hoi, welkom weer een nieuwe video van mij, Julia van Bergen. Als je me nog niet kent, dan ken je me nu nog steeds niet, want ik heb geen goede introductie wie ik ben. Maar kijk dan even op mijn kanaal. In ieder geval, welkom op mijn kanaal of welkom terug. Ik heb voor jullie vandaag een nieuwe video en ik sta een keertje. Ik zit altijd in al mijn video's. Nu sta ik. Als jullie misschien zo meteen een geluidje horen, kan ik een appje of een belletje krijgen van Stefan. Want die heeft nu zijn rijexamen. En ik ben ook een beetje zenuwachtig voor hem. Dus misschien is de video een beetje rommelig. Wordt hij misschien onderbroken. Het kan allemaal gebeuren. Bad timing om dan nu een video op te nemen. Het sneeuwt. Het zou ook bijna niet doorgaan dat het zou sneeuwen. Maar het sneeuwt nu pas en hij is een uur geleden begonnen. Ik weet niet hoe lang zoiets duurt, jongen. Ik heb vandaag sowieso een shirtje aan van Lofies en een body. En hier achter mij zien jullie wat ik deze week heb binnengekregen van Lofies. Het nieuwe aan deze video is niet alleen dat ik deze keer sta, maar ik ga ook alles aandoen en vertellen met wat ik het zou combineren. Zoals je kan zien zitten er heel veel printjes bij en een beetje nude kleuren. Het enige wat niet nude is, is deze. Ik heb al wel een rode trui, maar die was van de Primark. En ik bedoel, Lofies is toch even wat betere kwaliteit. Ja, hij voelt echt heel zacht. En hij voelt ook echt als een goede kwaliteit. Ik ga deze even voor je aandoen en dan laat ik jullie zien waarmee ik het combineer. Ik heb alles even aan de kant geschoven, zodat je de outfit goed kan zien. Ik heb hierbij een beetje een grijze broek erbij gedaan. En ik heb cute, maar wel stoere boots erbij gedaan. Omdat ik het dan echt wel een hele toffe outfit vind. Deze is al heel erg opvallend. Dus ik heb best wel veel opvallende sneakers. Dus doe ik dat er niet bij. Maar dit zou dan mijn outfit zijn met deze toffe rode trui. Dan gaan we door naar een nude outfit. En laat ik die even bij elkaar gaan zoeken. Dit shirtje kennen jullie waarschijnlijk wel. Deze heb ik namelijk ook in het wit en ook al eerder als het goed is in de shop nog laten zien. Het is weer hetzelfde materiaal. Het zit echt super lekker met het uitgaan. Zweet je niet kapot. De schoenen die ik hierbij zou combineren zouden eigenlijk denk ik witte fila's zijn, disruptors. En die heb ik ook. Alleen ze zijn niet meer zo wit. Dus dit is dan mijn outfit met dit super leuke shirtje. What the fuck? Dit super leuke zwart-wit panterprint shirtje. Ja, het is toch panter? Ik weet niet, het lijkt een beetje op tijger panterprint, maar je kan het ook gewoon stippen noemen. Ik zou deze combineren met een normale zwarte broek. Omdat ik deze al best wel druk vind en dan knalt deze gewoon uit. Ik zit even te kijken met wat voor schoenen ik dit zou combineren. Want ik heb natuurlijk deze sneakers. Ik weet niet of ik dit tof vind. Misschien wel. Ja, dit vind ik wel nice. Moment. Dan is dit de final outfit. Ik ben helemaal hier gaan staan, omdat je anders de sneakers niet kan zien. Maar deze zijn erbij geworden. Ik vind het echt een perfecte outfit, bijvoorbeeld voor school. Gewoon voor een chille dag, maar wel dat je er normaal uit wilt zien. Ja, I like this. Laten we verder gaan naar de volgende outfit. Dit superleuk slangenprint shirtje zou ik in mijn broek stoppen. Dan, let op. Zou ik deze laarsjes erbij doen. En eigenlijk is dit al een leuke outfit op zich. Maar het is natuurlijk winter. Het is aan het sneeuwen. Dus ik zou een leuk spijker of leren zwarte jasje erbij combineren. Superleuk voor naar een feestje. En dit stofje is niet normaal zacht. Outfit nummer 1, 2, 3, 4. Huh? Dan de ene laatste outfit. Omdat het een panterprint blouseje is en het wel snel ordinair kan worden panterprint, zou ik deze eigenlijk stylen met een spijkerbroek. Misschien verwacht je niet, maar ik vind het wel tof. En ik zou deze laarsjes erbij doen. De cut-out boots. Dan wordt het chic, maar niet ordinair. De de full outfit met de cut-out boots. Ja. Ik
vind deze zeker echt super leuk. Ik zit ook even te kijken in de spiegel hoe ik het eruit moet zien. Ik had alle outfits zeg maar van tevoren wel een beetje bedacht. Van oké, waar ga ik hem mee combineren? Maar ik had het nog geen één keer aangehad. Ik heb echt maar... Ik had een slangenprint shirtje één keer aangehad al. En de nude sweater. Maar de rest had ik nog geen één keer aangehad. Dat past ook allemaal perfect. Dus dat is echt super fijn. Ja. Ik vind het super leuk. Niet ordinair, lekker fris, maar toch een pantoprintje. Love it! Door naar de laatste outfit. Het rek is leeg en dit is de allerlaatste outfit. En dit shirt wil ik aan jullie laten zien. Of deze sweater, trui. Deze heeft een nude kleur, wat ik echt super leuk vind. Waar ik heel erg lang naar op zoek was. Hij zit super lekker en omdat het een beetje nude kleur is, vind ik het leuk om dan zo'n flare broek erbij te doen. Want dan wordt het nog een beetje chic. De schoenen die ik erbij doe, verwacht je misschien niet. Dat zijn deze. Mijn andere Nike's. Deze doe ik erbij omdat dit een nude kleur is. En dit is best wel een soort nude roze. Hierdoor wordt het een... Ja, een soort classy, maar sportieve outfit, vind ik. Je mag het ook natuurlijk met iets anders stylen. Ik bedoel, daar ga ik niet over. Maar ik zou deze hiermee stylen. Dit was mijn shoplog en how to style it van Lofies. Ik hoop dat jullie het leuke video vonden. De linkjes naar de items vind je in de beschrijving. Laat me even weten welke item jij het leukst vond. En of je deze versie van de shoplog ook leuk vindt. Ik ben nog steeds niet of Stefan geslaagd is. Dus ik ga snel stoppen, want hij kan denk ik elk moment bellen. Bedankt voor het kijken, vergeet niet te abonneren en ik zie jullie bij de volgende video. Doei! Hij is geslaagd. Hey. Hey, gefeliciteerd. Dank u wel. Hoe ging het? Ja, vet goed man. Ja? Mhm. Vertel. Ik had ziek veel spanning wel aan het begin. Hij zei gelijk toen naar binnen liep, gaf hij mijn hand, zei hij, nou je bent geslaagd jongen. Ja, toen blij.